Anki van Grunsven, 56, een legendarische dressuur-amazone die talloze keren schitterde op de Olympische Spelen, heeft haar carrière in 2012 beëindigd. Toch blijft de wereld van paarden een onmiskenbaar centraal element in haar leven. Samen met haar echtgenoot, de trainer en coach-chef Jansen, 74, beheert ze het Anki Education Center, een omvangrijke opleidingsmanage gelegen op hun landgoed in Erp, Noord-Brabant. Hun kinderen, Jannik, 19, en Ava Ede, 17, hebben zich ook in de paardensport bewezen als succesvolle springruiters. Paarden zijn nog steeds van groot belang voor Anki, die in een interview met Libelle haar bijzondere band met de dieren beschrijft. Het contact met paarden is niet eenvoudig te verwoorden. Het is een magische ervaring die van ziel tot ziel lijkt te reiken. Deze diepgaande connectie met paarden werd extra betekenisvol tijdens moeilijke periodes in haar leven. In 2004, toen haar vader Wim overleed aan de gevolgen van longkanker en een hartinfarct, waren het vooral haar paarden die haar steun boden. De edele viervoeters gaven haar troost en hielpen haar om de zware tijden door te komen. Ook na het recente verlies van haar broer Erik, die op 60-jarige leeftijd overleed aan alvleesklierkanker, hebben de paarden een belangrijke rol gespeeld. Het was een intense en bizarre periode, zegt Anki. De paarden bieden niet alleen troost, maar helpen me ook om afleiding te vinden. Hun dagelijkse routine biedt houvast en herinnert me eraan dat het leven doorgaat. Voor Ankie van Grunsven blijven haar paarden onmisbare en waardevolle metgezellen, die haar zowel in de vreugdevolle als in de zwaarste momenten van haar leven ondersteunen en begeleiden.